Het was zo gemaakt omdat ze dan minder lawaai zouden maken op de toneelvloer waar gefilmd werd. De mensen van de veiling dachten dat er zo'n 30 à 40.000 gulden voor zou worden geboden, maar het werd veel en veel meer. 330.000 gulden werd ervoor betaald. Nog nooit is er zoveel geld geboden voor spullen die bij een film zijn gebruikt. En waarschijnlijk ook niet voor een paar nieuwe schoenen. Het weer vanmorgen lijkt een beetje op dat van vandaag. Het is droog, alleen zal de zon iets meer schijnen en de temperatuur wordt 18 graden. En morgen zijn we er weer. Dag.